Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik praat nog niet heel erg hard omdat het nog zo vroeg is. Het is 10 over, jullie zagen er geen donder van. Het is 10 over 8, je ziet ons nog niet. Maar ik heb schokjes de eerste dag van mijn cursus. Ik ga namelijk een nagelcursus volgen, die duurt 6 weken, iedere maandag. Dus ik start vandaag en over 6 weken ben ik klaar. Het is van 9:15 tot 4:15, dus best wel een lange dag. En ik moet ook allemaal dingen meenemen. Mijn tas heb ik al gepakt. Er zit een pen in, papier, handdoek, mondkapje. Ik moest ook handschoenen meenemen, maar die heb ik niet. Dus dat kon je dan daar kopen. Dus dat. En ja, afgelopen vrijdag heb ik dus al met Mil een beetje de route gereden waar ik heen moet. Omdat als ik ergens naartoe moet en ik weet niet hoe ik moet rijden, dan raak ik helemaal in de stress. Dus dat hebben we alvast gedaan. Dus ik weet waar ik heen moet rijden. Dus ik ga ongeveer over 20 minuutjes weg. Dat ik sowieso op tijd ben. Ja, want ik wil niet te laat zijn. Ik ga nog even lekker een koekje eten. Deze. Ik heb hier ook 2 van in mijn tas gedaan om mee te nemen. En ik neem ook druiven mee. En ja, ik wil ook mijn yoghurt meenemen. Maar ik weet niet of ze daar een koelkast hebben waar ik gebruik van kan maken. Dus dat doe ik maar niet voor de zekerheid. Dus ik heb alleen druiven en koekjes. En dan ben ik heel benieuwd naar deze dag. Ik denk dat ik er niet kan filmen. Dat weet ik wel zeker dat ik er niet kan filmen. En als ik wat film, zal het met mijn telefoon een paar surveillen zijn. Ik ben echt heel benieuwd naar vandaag. En vrijdag mag ik eindelijk weer mijn eigen nagels gaan laten doen. Want dit ziet er natuurlijk echt niet meer uit. Het is tijd om te gaan. Dit is wat ik aan heb. Ik heb deze trui aan van Alex Leo. Maar die heb ik toen in de sale gekocht. Dus ik denk dat ze die niet meer hebben. Deze broek is van Nikki. En daar heb ik mijn Yeezys bij aan. In de kleur Desert Sage volgens mij. Maar ik dacht dat vind ik wel leuk. Want hier zit fel oranje en daar dan ook. En ik doe denk ik gewoon mijn spijkerjasje erbij aan. Of mijn leren jasje. Maar die liggen beneden. Dus ik ga nu naar die cursus toe. Jullie zien mij daarna weer. En ik zal jullie op de hoogte brengen. Van wat ik ervan vond. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar goed, gezonde spanning. Ik ga mijn scooter pakken en dan ga ik. Ik ben alweer een tijdje thuis van de cursus. Van de eerste dag. En ja, we hebben vandaag nog niet mega veel gedaan. We kregen vooral heel erg veel informatie. En we hebben dus een hele grote tas gekregen, zeg maar, ons lespakket. Dus ik dacht, misschien is het wel eventjes leuk om dat te laten zien. De producten die we gebruiken zijn van het merk Magnetics. Dus daar is ook alles van wat we hebben gekregen. Wat er niet in het lespakket zat, of een soort van. Er zat een lamp in, alleen best wel een, nou, niet per se een slechte, maar eentje die niet zo lang meegaat. En die ook langer duurt voordat de power gel is uitgehard en zo. Die zat erin, maar je mocht hem dan zeg maar upgraden, maar dan moest je gewoon bijbetalen. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb voor deze gekozen, de Urban lamp volgens mij heet die ofzo. Of hij is van het merk Urban. En dit is dus een LED lamp en een UV lamp in één. En die andere was volgens mij alleen een UV lamp ofzo. Of andersom, ik heb geen idee. Oh, mijn camera is bijna leeg, shit. Dit is de lamp. En ik heb er natuurlijk wel eentje van Pink Jelly, maar ik dacht dat is handig, dan kan je allebei je handen erin doen. Dus die. Ik ga er een beetje sneller mee, want mijn camera is bijna leeg. Dan in de tas. Even kijken hoor. Nou, handschoenen moest ik kopen, want ik had nog geen handschoenen. Dan wat wel in het pakket zat, is deze nail trainer. Omdat we nu natuurlijk met het virus en alles niet of modellen mogen werken, hebben we zoiets om op te oefenen. Ik heb van die nageltips. Van die nagelwipes. Aceton en prep en prime. En wipe. Klik. Om je nagels zeg maar mee schoon te maken. Nou, van die schablonen heb je. Je hebt vijlen en zo'n nagelschaar. Je hebt echt best wel veel zit erin. Maar ja, dat mag ook wel voor die vijf. Oh ja. Dan natuurlijk de power gel zelf, waarmee je de verlenging en zo kan maken. Penselen. Dit is geen idee wat dit is. Nog meer van die wipe dingetjes. Nog meer vloeistoffen. Dit is een, die prep en wipe, maar dan de kleine versie. Dit is een spray om je handen mee schoon te maken. Nagellak remover. Dan de bond. Dat is zeg maar een soort van base coat. Dan de topcoat. En nog een gel polish. Er zit er nog een schaartje in. Nagellijm. Nagelringolie. Dan nog zeg maar van die extra nagels om op die nail trainer
te doen om mee te kunnen oefenen. En we moeten dus ook thuis gaan oefenen. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om dat morgen of zo te doen of woensdag. En dat aan jullie te laten zien hoe ik dat doe en oefen en zo. Maar voor nu ga ik mijn camera in de oplader doen. Wij gaan zo denk ik lekker eten, want ik heb echt trek. Nou, ik heb net noedels gegeten ook, maar ik heb alsnog wel een beetje trek. Dus ja, ik ga dit nu even snel opruimen en de camera in de oplader doen. Wij gaan een ijsje halen. Ik moet alleen even mijn sok vinden. Het is dinsdag vandaag en het is 10 uur. En ik ga iets doen wat denk ik niemand gaat verwachten, maar ik ga sporten. Mio die is werken vandaag, die moet heel de week werken. Dus ik dacht laat ik ook iets productiefs gaan doen deze week. Aangezien wij misschien over 4 weken naar Italië gaan en mijn lichaam daar niet ready voor is, ga ik sporten. Ik heb bij mijn werk kan je sporten, maar dan moet je zeg maar tijd indelen dat je gaat. Ik ga van 11:30 tot 11:30. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ben klaar met sporten en ik ben echt kapot. Oh my god. Ik heb denk ik echt al oprecht 4 maanden niet meer zo intensief gesport. Ik weet het helemaal. Ik ga lekker naar huis en lekker douchen. Ik ben terug thuis van sporten en ik wilde eigenlijk eerst gaan douchen. Maar er zijn 2 pakketjes binnen van Lovies. Dus die ga ik eerst lekker aan jullie laten zien voordat ik ga douchen. Ik heb een pakketje van Lovies ontvangen. Want ze hebben dus weer een nieuwe collectie. En dat heet de Sterrencollectie. En daarvoor heb ik een samenwerking op TikTok. Dus ik kreeg dan zeg maar 2 basic items. En dan een item uit die nieuwe Sterrencollectie. En dan moest ik daar een leuke TikTok mee maken. Dus dat zit in een van de zakken. En ik heb zelf wat dingetjes besteld bij Lovies. Echt iets van 6 dingen. Dus ik mag niet alles van mezelf houden. Dus als ik zo meteen gedoucht heb, ga ik eventjes alles passen en kijken ja, wat ik ga houden. Maar ik ga het eerst aan je laten zien. En ik ben best wel een beetje blauw. Of ligt het aan mij? Oké, ik hoop dat het beeld nu iets minder blauw is. Maar ik ga beginnen met het pakket. En dan zien we vanzelf wel welk pakket het is. Oh ja, deze is voor de samenwerking. Ik heb dus 2 dingen van de sterrencollectie ontvangen. En 2 basic items. Ik ga beginnen met de basic items. Als allereerst deze blauwe trui. Dan het volgende basic item is een zwarte crop top. Ik heb deze ook in het lila en die vind ik echt heel erg chill. Er zitten wel schoudervullingen in en daar hou ik niet zo van. Dus die heb ik er bij de paarse toen wel uitgeknipt. Ga ik bij deze ook weer doen. Maar ja, ik dacht een zwart crop topje komt altijd wel van pas. En deze heb ik ook weer in een XS en is 16 euro. En dan dus de 2 items van de nieuwe collectie. Als eerst is dit een rokje als het goed is. Dat het een rokje was, maar het is dus een broekrokje. Hij is dus roze met allemaal zwarte sterretjes erop. Ik vind hem echt heel erg leuk. Maar zit dus hiervoor. Kijk hoe ik dit ga laten zien. Hiervoor. Ja. Er zit een flap. Dus het is een broekje. Maar door die flap eroverheen lijkt het dus op een rokje. Deze heb ik in een maatje XS. En is 30 euro. En is dus nu ook te verkrijgen op de webshop. En daarbij een bijpassend shirtje. Dus weer met zo'n V-hals. En dan van die mooie knopen aan de voorkant. Hij heeft korte mouwtjes, wat ik ook heel erg leuk vind. En er zitten ook extra knoopjes bij. Voor als die eraf vallen. En dit kan je dus heel leuk zo als setje dragen. Dus die heb ik ook mogen ontvangen. En de top heb ik ook in een XS. En is 28 euro. Dat filmpje kan je dus verwachten op de TikTok. Als het goed is, als jullie deze video zien, staat die TikTok al online. En er zit een hele leuke winactie aan gekoppeld. Want Lovies gaat shoptegoed weggeven. En echt best wel veel. Dus neem zeker een kijkje. Dat waren dus de dingen die ik heb gekregen. En dan heb ik zelf ook nog een hele zak besteld. Als allereerst dit rokje. En hier was er ook een bijpassende top bij. Maar die hadden ze niet meer in een XS. Dus ik dacht, ik bestel gewoon het rokje. En als ik het rokje leuk vind, kan ik altijd op een andere webshop kijken of ze daar wel nog de XS hebben. En wel echt hele mooie kleuren. Dit rokje. En aan de bovenkant heeft het dus allemaal van dat elastiek. En onder heeft het dus een beetje van dat volant. Ik vind hem echt zo leuk. Ik heb hem in een maatje XS en is 40 euro. Oh, deze is echt heel leuk. Dan nog een topje met bloemetjes. Maar dan in een ander kleurenpaletje, zeg maar. Oh, heel leuk. Kijk. Het is dus een topje met een V-hals. En hij is ook weer een beetje cropped, is die. En dan aan de onderkant heeft hij ook weer van die knoopjes. Maar deze heeft dus lange mouwen. Het stofje voelt echt mega lekker aan. Hele mooie kleuren vind ik dit ook. En deze was 35 euro en heb ik ook in een XS. Dan een t-shirtje, wat me wel heel erg leuk leek voor over mijn bikini heen of zo. Het is allemaal van die mondjes erop. Ik heb deze in een maatje XS zoals ik zei. En is 22 euro. Ik vind hem wel leuk. Maar ik had misschien beter een S of een M kunnen bestellen. Dan was hij echt oversized. Maar
Ik dacht dat hij van zichzelf al best wel oversized was, maar niet dus. Dan nog twee jurkjes. Als allereerst deze. Dat is dit jurkje. Ook weer, ik heb alleen maar bloemetjes besteld, zie ik. Ik vind de laatste bloemetjes echt heel leuk. Maar met zo'n keer bloemetje dus. En dan ook weer een V-hals met knoopjes naar beneden. En dan vanaf beneden loopt hij wat wijder uit. En ik heb dus nog een riem van Lovies in gouden. En op de zijde hadden ze die zeg maar ook op het motel. En dat stond zo leuk. Dus ik dacht, ik bestel hem gewoon. In een maatje XS en deze was 50 euro. En als laatste een hele lange jurk. En ik had deze toen gezien bij Kay op haar Instagram. Maar die was nog gelijk uitverkocht, die jurk. En er was nu dus ook weer een restock van. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon kijken of het wat is. Ook weer een V-hals, ook weer bloemetjes. Wel allemaal verschillende kleuren bloemetjes. Dat is wel leuk. Is wat meer met geel. En dit is een hele lange jurk. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar ik zal het zo meteen in de aanbeelden wel even laten zien. En ook deze jurk was voor 50 euro in een maatje XS. Ik ga nu eventjes allemaal snel voor jullie aantrekken. En dan douchen. Dit is die blauwe trui. Hij zit echt heel erg chill. Ik weet niet, hij zit ook mooier lijkt wel dan die gele. Maar misschien omdat gewoon dit kleurtje meer bij mij past. Kijk, hij heeft een beetje van die ballonmouwtjes. En hij valt ongeveer ja, gewoon als een normale trui. Maar ik vind hem leuk om hem altijd een beetje zo te doen. Ja, deze vind ik echt heel erg leuk. Dus dat is die. Dan het zwarte kroptopje. Heel simpel, maar wel echt heel erg chill om te hebben. Zoals ik al zei, ik ga waarschijnlijk die schoudervullingen eruit halen. Omdat, ik weet niet, ik vind dat gewoon een beetje gek bij mezelf staan of zo. Maar verder wel echt een heel erg chill shirtje. Ook voor te sporten en zo. Dit is het bijpassende setje. Ik denk dat ik het wel ietsjes te kinderachtig vind om het zeg maar samen te dragen. Maakt me best wel, ja, weet niet, nog maar 15 lijken of zo. Maar bijvoorbeeld dit topje los met een leer rokje of een leer kort broekje vind ik wel echt heel erg leuk. En dit rokje ook gewoon met een zwart shirtje of een mooi zwart hemdje of zo met een mooie V-hals. Ja, denk ik dat het altijd al iets meer volwassen maakt, zeg maar. Maar ik vind het wel een heel mooi setje. Het topje sluit ik echt super mooi aan. Ja, I like it. Oké, en dan nu de dingetjes die ik zelf heb gekocht. Als eerst dit topje. Vind ik ook echt heel erg leuk. Ik vind die kleuren zo mooi. Dat geel met dat turquoise en dat blauwe. Ja, dit vind ik wel heel leuk. Ik denk dat het ook wel leuk staat. Ik heb een wit spijkerrokje. Ik denk dat die daar ook wel leuk mee staat. Of een witte broek of zo. Dan deze jurk. En ik vind hem wel echt heel erg leuk. Maar ergens voel ik me ook wel weer een beetje een oud wijf of zo als ik deze aan heb. Ik weet niet waarom. Misschien door de lengte en door het bloemetjespatroon. Ik heb echt even geen zin om ze nog meer verder dicht te knopen. Want je knoopt dus helemaal dicht met allemaal knoopjes. Maar ik had er even geen zin in. Maar hij kan dus nog verder dicht. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Maar ik vraag me af of ik dit ga dragen. Of ik me hier dan niet een oud wijf in ga voelen. Maar ik vind hem wel heel schattig. Dan het rokje en het t-shirtje. Ik zou het niet echt samen combineren eigenlijk of zo. Maar ik dacht dat is even makkelijk met passen. Rokje vind ik wel echt super leuk. Ik denk dat ik dat rokje wel ga houden. Het is wel alleen zeg maar als je hem even aan het lopen bent of zo. Ik hoop niet dat hij dan te ver omhoog zakt. Want dan krijg je van die lelijke plooien. Maar ik denk wel dat ik het shirtje hierbij ook nog ga bestellen. Of ga zoeken ergens in een XS. Want online hebben ze die dus niet meer. En dit is het t-shirtje. Ja, ik vind hem niet heel boeiend. Dus die ga ik niet houden sowieso. Nou ja, ik word er niet heel warm of koud van, denk ik. En dit is het laatste jurkje. Deze vind ik denk ik wel echt heel erg leuk. Maar ik vind hem wel een beetje groot of zo bij mij hier. Kijk, ik heb best wel veel ruimte over. Terwijl het is dus een XS. Maar ik ga even die riem pakken. Wat ik zei om te laten zien wat ik bedoelde. Als ik hem kan vinden hier in deze rotzooi. Kijk, dit is die riem. En het idee was heel leuk als hij dan hier had gezeten. Maar hij is bij mij te groot voor mijn middel. En ja, je kan hier ook niet echt gaatjes bij maken natuurlijk. I don't know. Ik ga er nog eventjes over nadenken. Ik ga nu eerst eventjes lekker douchen. Even mijn haar wassen. En dan make-upje doen en alles. Want we hebben dus vanavond de examenuitreiking van mijn broertje wel op zo'n 7:45. En het is nu pas 1 uur. Dus dat valt wel mee. Of ja, daar heb ik nog eventjes de tijd voor. Maar ja, dan ga ik daarna even mijn kamer een beetje opruimen. Want die pakketjes liggen nu natuurlijk overal nergens. En bedenken wat ik ga houden. Ik denk dat ik sowieso het rokje ga houden. Dat is één ding wat ik zeker weet. Het rokje wil ik sowieso houden. En dan ga ik nog eventjes kijken of ik dat topje erbij kan vinden. Dat is echt een heel leuk topje. Dus die wil ik sowieso houden. En de rest ga ik nog eventjes kijken. Ik heb eventjes lekker gedoucht. Ik ga eventjes mijn make-up doen. Ik heb me al aangekleed. Ik denk dat ik dus dit aandoe. Maar dat weet ik nog niet zeker. En er is een kleine wijziging in mijn dag. Ik ga namelijk vanavond uit eten met Zoe. Heel gezellig. Als het goed is bij Burrata. En dat is echt op de hoek van Samse school. Op de hoek bij Zegbroek. Dus
ja, dan kan ik er gewoon lopend naartoe en op de terugweg mee rijden met mijn ouders. Dus dat is top. Dus ja, ik ga even mijn make-up doen. Het is pas 2 uur, dus ik hoef echt totaal nog niet op te schieten. Maar ik heb eventjes zin om lekker make-up te doen en... ja. Maar dit is dus dat rokje van Sandro en dit shirtje dus gewoon van de H&M. Alleen, ik weet niet of ik dit shirtje er zo leuk op vind. Maar ik weet ook niet echt wat voor ander iets ik erop moet doen dan. Maar goed, dat kijk ik straks nog wel eventjes. En ik dacht misschien met mijn blauwe zadigtas erbij dat dat wel leuk. Ik vind ook er wel een trui op, een beetje nonchalant. Dat is misschien ook wel leuk. Ik heb me helemaal omgekleed en klaargemaakt. Haar gedaan, make-up gedaan. En nu eventjes op Zoe wachten en dan gaan we lekker uit eten. En dan vanaf daar ga ik gelijk door naar de examenuitreiking van Sam. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Maar ik zal nog eventjes mijn outfit laten zien. Ik heb dus deze top aan van Naked. En deze broek is ook van Naked, van de Kim Veenstra lijn. Met mijn zwarte Isabel Marantz eronder en mijn rode Magé tasje. Ik denk dat ik dit wel een leuke outfit vind. En dit vind ik en wel leuk voor uit eten en wel voor de diploma-uitreiking. Dus ja. Ik twijfelde eerst nog om een rode Isabel Marantz erbij aan te trekken. Maar het is net een ander kleurtje dan die tas. Dus dat is misschien niet zo leuk. Dus ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Denk ik? Ja, ik denk het wel. Ja, ik ga wachten op Zoe en dan gaan we lekker uit eten. Hij is geslaagd. Ja. Allemaal voor ons. Is achter mijn vader toch wil? Zit niks voor jou bij. Ja, dankjewel. Achter jou. Het is vandaag woensdag. Het is 2:50 alweer. Gisteren na de examenuitreiking heb ik bij mijn moeder geslapen samen met Miel. En ik ben echt net thuis. Ze heeft me net thuis afgezet. En ik ga zo meteen... Ik wilde eigenlijk vandaag gaan sporten. Maar ik heb best wel spierpijn van gisteren. Dus dat ga ik niet doen. Morgen ga ik wel weer sporten. Maar ik zag dus een soort van challenge voorbij komen op YouTube. Dat je in een week rondere billen krijgt. Dus ik denk dat ik die challenge ga doen en ga filmen. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga die video opnemen voor het eerste deel. Ik moet natuurlijk 7 dagen lang doen. Ja, ik ga wat doen. En ik ben echt heel erg benieuwd of het werkt. Bij haar werkt het wel, dus we gaan het zien. Voor de rest van vandaag ga ik eigenlijk niet zo heel erg veel doen. Morgen zou ik eigenlijk foto's gaan maken met Rosa. Maar naar hoe het er weer uitziet, denk ik niet dat dat hem gaat worden. Vrijdag ga ik wel eindelijk mijn nagels laten doen. Want echt, ik weet niet of je die uitgroei kan zien. Wacht, ik ga het even goed laten zien. Kijk even die uitgroei. Het kan echt niet meer. Dus dat ga ik eindelijk vrijdag laten fixen weer. En daarna ga ik dan mijn dag maar afspreken. Dus dat is ook heel gezellig. Maar vandaag ga ik echt niet zo heel veel doen. En dat vind ik ook wel even lekker. Ik heb vanmorgen de Bachelorette gekeken. Ik heb een nieuwe serie of nieuwe aflevering van Monica door serie gekeken. Vond ik ook heel erg leuk. En nu gaan we beginnen met de challenge. Oké, ik heb de workout van 13 minuten gedaan. Dus dag 1 is verbracht. En ondertussen zijn er 2 pakketjes bezorgd. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om die even aan jullie te laten zien. Als allereerst een pakketje van My Jewelry. Daar mocht ik er wat dingetjes uitzoeken. Ik heb als eerst een rokje uitgekozen. Dat is deze. Dat was een beetje zo'n bohemian rokje. En op de set van kon er heel leuk uitzien. In het echt zitten er wel wat glittertjes in. Ik weet niet of je dat op de camera ziet. En het leek meer van een katoenen stofje. Niet zo'n stofje. Maar op zich vind ik het printje alsnog wel heel erg leuk. Pardon. Deze heb ik in een maatje XS. En is €35. En voor de rest heb ik alleen nog maar sieraden uitgekozen. Want ja, dat vind ik gewoon de leukste dingen bij mijn jewelry. Ik vind de sieraden bij hun altijd leuker dan de kleding. Allereerst heb ik voor om een zonnebril heen heb ik zo'n Sunnycord gekozen. En deze vond ik echt heel erg leuk met allemaal schelpjes eraan. Kijk nou hoe leuk met al die schelpjes eraan. En deze kost normaal €19,95, maar volgens mij was die dus in de sale voor maar €8. Dus die heb ik uitgekozen. Die vond ik wel heel leuk voor de zomer en zo. Dan een ring heb ik uitgekozen. En het is voor super toevallig. Zoe die mocht ook dingetjes uitzoeken bij mijn jewelry. En we hebben dus allebei dezelfde ring gekozen. Te toevallig, maar wel heel erg leuk. Deze heb ik in een maatje 17. Want ik dacht, dan kan die om mijn middelvinger. Oh, dat is wel een beetje krap. Maar zo staat die ook wel leuk. Kijk, dat is deze ring. Die is €19,95. Ook heel erg leuk. En dan heb ik nog een ketting uitgekozen. Zeg maar een soort van DIY ketting. Je kan dan zeg maar het kettingje zelf kan je loskiezen. En je kan zelf dan gewoon je bedeltjes kiezen wat je eraan wilt hangen. En ik heb gekozen voor dit kettingje met staafjes ertussen. Die is €15,95. Kijk, er zit een soort staafjes tussen die schakeltjes. En dan heb ik nog een
F gekozen om eraan te doen van Fleur. Die is €14,95. Je kan dan ook nog meer beeldjes kopen. Dus je er gewoon meerdere aan kan hangen. Dat is ook wel leuk. Oh, hij zit nu wel achterstevoren. Hij hoort eigenlijk zo. Nee, niet zo. Zo hoort hij. Moet ik hem even omdraaien. Maar kijk nou hoe leuk dat staat. Dat heb ik van mijn jewelry gekregen. Maar heb ik ook een kortingscode voor jullie. Wacht, ik ga even kijken voor de zekerheid gelijk. Oh, de kortingscode heb ik nog niet gekregen. Maar daar zou ik wel even achteraan staan. Dus die staat hopelijk in de beschrijving. En anders moet je even mijn Instagram in de gaten houden. Dan zou ik daar de kortingscode wel opdelen. Maar ik weet dat je in ieder geval 10% korting krijgt. Alleen ik weet de code dus nog niet. Ik ga hem even omdraaien, want hij zat niet goed. En dan had ik ook nog een pakketje ontvangen van Monki. Want daar mag ik één keer in de maand wat items uitzoeken. En deze keer ook weer. Dus ik ben heel benieuwd. Eerst zit er een bucket hat in. Deze. Ik weet niet of de kleur helemaal mijn kleur is. Maar ik had eerst een zwarte doorgegeven. Maar die was toen uitverkocht. Dus ik dacht, die staart even uit. Hij is een beetje groot misschien. Heb ik toch een kleiner hoofd dan ik dacht. Maar ik vind het wel grappig of zo. Oh, ik vind het eigenlijk wel een leuk kleurtje. Nou, die dus. Oh, geweldig. Deze tas. Ik heb dus in mijn vorige weekendvlog volgens mij. Of afgelopen weekendvlog. Heb ik dus ook zo'n tas gekregen van Naked. Alleen die is zeg maar egaal leer. En deze is met slangenprint. Oh, en deze vind ik echt heel leuk. Dit is dus zo'n vintage tas wat je de laatste tijd heel veel ziet. En in een mooie crème kleur. En dan met krokodillenprint. Oh, ik vind deze heel mooi. Het is wel weer groot. Oh, hij is gelukkig wel kleiner dan die van Naked. Maar kijk nou. Oh, ik vind deze echt heel, heel, heel leuk. Ik had hem ook nog een beetje in zo'n soort kleur volgens mij. Maar ik vind die crème kleur wel echt heel mooi. Dan een paar sokken. Je kan nooit genoeg sokken hebben. En ik had oprecht echt weer sokken nodig. Want ik weet niet waar die dingen blijven. Maar die dingen verdwijnen gewoon echt tijdens het wassen. Dan nog twee kleding items. En als eerst een broek. En dit is dus een broek wat ik helemaal nog niet heb. Dus volgens mij is dit zo'n wijdlopende broek. Maar dan kort. Ja, moeilijk omschrijven. Ik dacht wel dat de kleur iets anders zou zijn. Op de camera. Of op de camera. Wow, hij is wel heel lang. Ik denk dat hij voor mij gewoon oprecht tot aan de grond gaat zijn. Maar dit is hem. Het is dus een hele lange, wijd uiteenlopende broek. Spijkerbroek. Ik heb hem in een maatje 27. En het is dus de White Leg van Monki. Maar ik vind de kleur wel een beetje donker. Dus nou, ik kan hem altijd nog bleken. Maar die zal ik zo meteen wel eventjes aantrekken. Maar op het model zag hij een beetje tot de enkel lengte eruit. Maar ik denk dat hij bij mij gewoon oprecht veel te lang gaat zijn. Maar goed, dat zien we zo. En dan als laatste nog een jas. En dit is zo'n trenchcoat. In een maatje XS. En ik mag al vaker dingen uitzoeken bij Monki. En ik zag deze steeds voorbij komen. En dacht ik, zal ik hem kiezen? En dacht ik, nee, dit is niks voor mij. Maar ik weet, ik kon hem gewoon niet laten. Dus ik heb hem toch maar gekozen. En het is dus gewoon een trenchcoat. Maar hij is wel echt reet lang. Ik denk dat deze ook weer echt tot aan mijn knieën of tot aan mijn enkels komt. Maar goed, dit heb ik dus allemaal gekregen van Monki. Ik zal zo meteen die broek wel even aantrekken, maar daar heb ik nu niet zoveel zin in. Ik ga lekker mijn videootje bewerken die vrijdag online moet komen. Dan heb ik dat maar gewoon gelijk gedaan. Oh, ik ben echt blij met deze tas. Zo leuk. Maar goed. Nou, ik denk niet dat deze broek mij gaat passen. Oh, hier pas ik vier keer in. Zo groot is die. En dit is die lange jas. Die vind ik op zich wel leuk. Gewoon leuk zo hier strikken en dan met de spijkerbroek eronder. Hij is wel heel erg lang. Maar ik vind het niet lelijk lang of zo. Of heel erg lomp lang. Maar moet wel een beetje zo'n beetje getailleerd worden. Dat vind ik wel leuker zo. Ik heb voor nu nog even lekker kerstjes gepakt. En deze koek. Dit koekje. Die vind ik echt heel erg lekker de laatste tijd. Zal ik even scherp opstellen? Ja, dank u. Echt een aanrader. Echt een lekker koekje. Ik had natuurlijk gisteren die items van Lovis laten zien voor de nieuwe TikTok samenwerking. En die TikTok heb ik net geplaatst. Ik zal hem even laten zien. En er zit dus ook een winactie wel aan verbonden. Dat wel. Dus nou, die heb ik er dus opgezet. En ik heb dus ook, je moet dus mensen nomineren. Dus ik heb Rosa, Zoe en Esme genomineerd. Ik ben heel benieuwd of ze ook wat gaan posten. Ik heb ook mijn weekendvlog helemaal afgeëdit. Dus die ga ik nu opslaan. En ja,
Dan is hij alvast klaar voor vrijdag, want die moet er vrijdag op. Het is vandaag donderdag. Het is 11:15. Mijn wekker ging 9:30 en ik lig gewoon nog steeds in mijn bed. Ik lig gewoon bijna 2 uur wakker te wezen in mijn bed, maar oké. Ik probeerde sinds gisteren al contact te krijgen met Jeep Tickets. Omdat Milan en ik, die zouden eigenlijk in augustus naar Bali gaan. Maar door het hele corona gedoe gaat het natuurlijk niet door. Ja, het kan wel, maar we gaan zelf gewoon liever niet. Want stel dat er een tweede golf komt of een lockdown alsnog. En we zitten daar op Bali en we kunnen niet terug. Dat zou echt heel kut zijn. Dus vandaar dat we het gaan uitstellen naar volgend jaar. Maar we hebben zeg maar onze vlucht geboekt via Cheap Tickets bij Emirates. Dus eerst hebben we gisteren Emirates gebeld. Maar die zei dat alleen Cheap Tickets ons kon helpen. En ze ging Cheap Tickets bellen. Maar ze nemen momenteel geen telefoontjes aan. Dus ik heb nu zeg maar zo'n live chat. En gisteren had ik dat ook al. En toen hebben ze me letterlijk heel de dag genegeerd. Ik begon om 11:30 met praten en ze hebben me gewoon, ja, niet geholpen. Dus ik heb het vandaag weer opnieuw geprobeerd. Half uurtje geleden. Ik heb nog geen reactie, maar op zich 30 minuten. Ja, vind ik niet heel lang nog. Vandaag, ik wilde eigenlijk naar de sportschool gaan. Maar daar heb ik niet zo heel erg veel zin in, want het regent ook buiten en zo. Ik zou eigenlijk eerst vandaag in eerste instantie foto's gaan maken met Rosa, maar het regent echt heel hard. Dus we gaan nu volgende week woensdag. Want andere dagen kunnen we. Ja, kan zij niet. En ik kan, zij kan alleen maandag en ik kan precies maandag niet. Dus we gaan maar woensdag. Toen dacht ik, nou dan ga ik sporten vandaag. Maar het regent, dus daar heb ik ook geen zin om naar de sportschool te gaan. Dus ik ga sowieso deel 2 of dag 2 doen van de sportchallenge waar ik gisteren over had. Ik weet niet of ik dat heb gezet, maar ik ben een soort van sportchallenge aan doen voor een video. Dus vandaag ga ik dag 2 doen. En vanavond, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel te doen vandaag. Een lekker rustig dagje. Dus ik ga zo meteen maar beginnen met mijn aankleden. En er komt vandaag nog een pakketje binnen van Lovies. Want daar had ik nog wat dingetjes besteld. Maar ik krijg echt een lamme arm. Dus ik ga mijn camera even wegleggen. En wat van mezelf maken. Ik heb eventjes gesport. Dat kwartiertje dingetje voor die video. En ontbeten. Ik heb lekker crackertje gegeten met ei erop. Gekookt eitje. En het is nu 10:50. Dus ik wil eigenlijk even gaan douchen. Maar er kwam nog een pakketje binnen van Lovies. Want ik had nog wat dingetjes besteld. Ik had natuurlijk, was dat gisteren of eergisteren? Volgens mij eergisteren. Was er ook een pakketje binnengekomen van Lovies. Maar ik twijfelde gewoon heel erg wat ik wilde houden. En toen zag ik weer allemaal leuke dingetjes. Dus ik dacht, oké, dan wacht ik eerst tot dat ook binnen is. En dan daarna besluit ik wat ik van de 2 bestellingen ga houden. Ik heb nog een rokje. Deze heb ik in een maatje 40. Een maatje 40? Ja, maatje XS. Hij was 40 euro. Dat is deze. Ik denk dat ik dat andere rokje dan leuker vind. Op de site zagen deze kleurtjes er heel mooi uit. Maar het is meer een beetje herfstkleurtjes. En die andere waren natuurlijk een beetje met rode kleurtjes. Ik denk dat ik dat leuker vind. Maar ik ga het zo meteen allemaal even passen. Dus die. Dan nog een heel leuk shortje. Die is gisteren volgens mij online gekomen van de nieuwe collectie. En deze is ook 40 euro. En heb ik ook in een XS. En ze hebben deze ook in het zwart. Maar ik vond wit wel leuk. Dat is dit korte broekje. Er zit een beetje van dat kant is het. Echt heel schattig. En er zit dus ook nog een onderlaagje onder, zodat het niet doorschijnt. Dus die. Dan nog een heel simpel topje, maar ik vond deze kleur echt heel erg leuk. In een maatje XS ook weer. En deze is 18 euro. En hebben ze in heel veel verschillende soorten kleurtjes. Maar ik vond deze blauwe kleur wel echt heel erg mooi. Het is een beetje zo'n halter crop topje. Dus die. En dan als laatste nog een shirt. Ik zag deze en ik vond hem echt heel erg gaaf. Ik heb hem in een maatje S genomen in de hoop dat hij wat meer oversized zou vallen. Want ik had natuurlijk dat andere shirt van de week. En die viel gewoon normaal. Dus ik doe nu een maatje groter. Valt hij misschien ook wat groter. En deze was 22 euro. Het is een beetje een donkergrijs paars shirt. En hier in de hoek staat dan Rebel Road. En dan op de rug heb je dan nog allemaal teksten staan. Die vind ik wel echt heel leuk. En ik ben ook blij dat ik een maatje groter heb genomen. Dus die. Dus dat ga ik nu even snel passen. En dan ga ik daarna douchen. En ik moet natuurlijk voor die nagelcursus moet ik oefenen. Of zo'n oefenhand. Dus dat ga ik denk ik ook zo meteen doen. Want ik heb toch niks te doen. En morgen heb ik wel wat dingetjes te doen. En van het weekend wil ik gewoon leuke dingen met Milan doen. Dus dan ga ik het vandaag doen. Dit is dat shirt. Die vind ik wel echt heel erg leuk. En lekker chill ook. Ik vind het ook chill dat hij iets groter is. Dus deze ga ik sowieso houden. Ja, deze vind ik wel heel leuk. Hij had wel een strak kraag. Ik moest hem echt zo over mijn hoofd heen trekken. Maar misschien heb ik gewoon een groot hoofd. Maar ja, dit vind ik wel
gewoon lekker chill shirtje. Ik vind het ook leuk dat hij lange mouwen heeft. Of zeg maar lange, korte mouwen. Zeg maar. Ja, je snapt wat ik bedoel. Ja, die vind ik heel erg leuk. Als eerst die top, die vind ik wel echt heel erg leuk. Maar hij zit wel best wel strak. Maar op zich niet lelijk strak of zo. Maar misschien dat ik een S toch wat mooier vind zitten. Wat raar is, want bij Loofje heb ik altijd een XS. Maar deze valt dus gewoon wat strakker. Maar ik vind de kleur wel echt heel erg leuk voor op vakantie met een leuke rok eronder. Dus die ga ik denk ik nog nabestellen in een maatje groter, denk ik. Of niet? Of zit die wel mooi? Ik weet niet. Maar dit broekje die ga ik sowieso niet houden. Ik weet niet. Ik vind het een beetje op een pyjama. Ik vind hem op zich ook wel weer schattig, maar dat hij zo strak zit of zo lijkt een beetje op een pyjama broekje. Ik weet niet. Ik vind hem sowieso geen 40 euro waard. Dus die ga ik terugsturen, dat broekje. En dit is het rokje. Die vind ik eigenlijk wel weer heel erg leuk. Oh, wat lastig. Ik weet het echt niet. Misschien dat ik die roze wel leuker vind. Ja, die is leuker voor de zomer, denk ik. Toch? Ik weet niet. Laat weten. Welke vind je leuker? De roze. Dat is deze. Die hebben jullie van de week een paar dagen terug kunnen zien. Of de gele. Ik heb gedoucht en me aangekleed. Ik heb dit vest aan van ASOS. En deze body van de Zara en gewoon een zwarte broek. En er kwam nog een pakketje binnen van Chiquelle. Dus ik dacht, dat laat ik even snel zien. En dan daarna ga ik met die nageltrainer aan de slag. Ik heb 4 topjes mogen ontvangen. Ik heb ook weer een kortingscode voor jullie. Dus die zal ik in de beschrijving zetten. Blauw of blauw. Paars stukje. Dat is deze. Gewoon een leuk kroptopje voor in de zomer. Voor ook een leuk high-waisted shortje of zo. Dan nog een beetje een mintkleurig topje. Deze heb ik al in een ander kleurtje. Die vind ik ook heel mooi. Ik heb hem nu dus ook in dit kleurtje. Heel mooi, soort van hartjesvorm hier aan de bovenkant. Strapless topje. Dan een topje die ik van de Zara al in het zwart en in het blauw heb. En nu is dus van Chiquelle. Oh nee, grapje. Grapje. Het is een heel ander topje. Ik dacht dat het zo'n bandeau top was. Maar het is dus deze. Gewoon een hemdje. Maar dan heeft hij dubbele bandjes. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ik vind dit kleurtje altijd heel mooi als je bruin bent. Dit topje. Die lijkt een beetje op die paars. Alleen deze is van een iets dunner stofje. Maar die paars heeft zeg maar hieronder zo'n soort van lijnloop. En dat heeft die witte ook. Alleen bij die witte zie je dat minder. Dat kan laten zien. Nee, je ziet dat niet echt. Maar goed, die heeft dat dus in ieder geval ook. En deze heb ik in XSS. Dat is een combinatiemaat. Dit is een one size. Ik hoop dat die past. Deze heb ik ook in een XSS. Ook weer zo'n combinatiemaat. En dit is volgens mij ook een one size. Ja, dit is ook een one size. Dus dit zijn de items die ik van Chiquelle heb gekregen. En de kortingscode hiervan zal er in de beschrijving staan. Ik heb hier dus die oefenhand. En deze twee heb ik dus al gedaan. Tijdens die les. Maar we moeten er dus 15 gaan doen. Dus dat is best veel. Ik heb hier een zakje met die dingen. Hier nieuwe vingertjes voor als deze klaar zijn. En alle andere benodigdheden. Is dat niet echt zo? Dus we gaan er wat van maken. Bezig. Ik heb nog maar 1 vinger, want er was er eentje afgebroken. Dus die moet ik even opnieuw doen. Maar ik dacht misschien is het wel leuk om aan jullie te laten zien. Kijk, zo ziet die nagel er dus eerst uit. Die kan je er dus in klikken. En dan moet je dus zelf met van die tips, kijk, dit zijn van die tips, moet je er dan op plakken en moet je het egaal gaan maken. En ja, gewoon helemaal ready maken, zeg maar, voor de power gel. Dus dat heb ik dan nu gedaan. Dit moeten we dan meenemen naar de les maandag. En ik denk dat we dan gaan beginnen met power gel te oefenen. Hierop, dus dat is wel echt heel erg leuk. Dus ik moet er nu nog eentje en dan ben ik klaar.